Op 22 juli, midden in de simmervakantie, kwam de Sontje-jarige David Raap om het leven. Hij is verdronken bij de Grutte Wielen in Ljouwert. Onderziek wies het een hartritmestoornis uit. En het drama had een grote impact op de familie van zelfs, maar ook op vrienden en klasgenoten van het christelijke gymnasium Beiers Naudee uit Ljouwert. Twee leerlingen besluiten van een squalopdracht een documentaire te maken over het verlies van David. En nu, 6 maanden na het ongeluk, is de documentaire klaar. En de makkers, Jona en Janna, en de mem van David, Els Knop, Raap, zij ben Joert bij u te gast om daarover te praten. Welkom, alle treien. Laat ik me jou uiteenzetten. Jou hebben de documentaire intussen gezien. Ja. Hoe wie dat voor jou, om dat te zien? Ja, heel bijzonder. Het was confronterend, ontroerend, emotioneel, maar ook heel waardevol. Ja, want ik heb vanzelf de documentaire echt gezien. En wat voor mij echt heel indrukwekkend was, dat we eigenlijk het verhaal dat jou en jou huid, en jouw man en jouw zoon om het woord kwamen. Ja. Maar wat wie voor jou nou het meest indrukwekkende eigenlijk van deze documentaire? Voor mij was het meest indrukwekkend dat het begon op de grote wielen en eindigde op de grote wielen. Dus de beelden van de grote wielen waar het gebeurd is. Een plek die zo ingrijpend is, maar ook de plek waar David het zo ontzettend naar zijn zin heeft gehad. En dat ze eraan gedacht hebben om eigenlijk daarmee te beginnen en te eindigen, dat vond ik heel bijzonder. Ja, nou, zullen we een fragmentje van de documentaire? Ja, hij zei van er is wat gebeurd met David en ga er goed voor zitten. En ja, hij zegt, David ging zeilen en hij ging onder en hij kwam niet meer boven. Ik vind het belangrijk dat David een plek heeft in de school. David zit natuurlijk wel in ons hart, maar we worden ook heel erg opgeslokt door de dagelijkse gang van zaken. We hebben een mooie collage boven hangen natuurlijk, maar in mijn kamer, de kamer waar ook heel veel leerlingen van klas 5 en 6 regelmatig binnenkomen, is gewoon dit jaar een plek voor David. Ja, we zijn hechter geworden door dat verdriet, doordat we dat samen hebben overkomen eigenlijk, deels natuurlijk. Doordat we veel tijd hebben doorgebracht met elkaar en zijn we hechter geworden. Ja, en de makkers Johanna en Janne zitten hier rekken zelfs in de studio. Kun je hem beschrijven wat het verlies van David van je, ja, wat het van je betjutten heeft, van je persoonlijk, maar ook van je als groep in de klas? Ja, het heeft voor mij persoonlijk heel veel betekend, het verlies van David. Ja, allereerst brengt het heel veel verdriet en ongeloof. En, achteraf sta ik bij elke ding, alles wat ik doe, sta je veel meer stil. En je hecht veel meer waarde aan de dingen die je doet en wat er gebeurt. En ook aan vriendschappen hecht je veel meer waarde. Wij als klas bijvoorbeeld, ik vind dat wij hechter zijn geworden naar elkaar toe. En ik stel alles veel meer op prijs. Ja, ja, want hoe kies je er een voorbeeld van nemen? Hoe ben je hem als klasse wat meer naar elkaar toe groeit? Hoe ben je hem dan hechter worden? Nou, we hebben het er met z'n allen heel veel over wat er gebeurd is. En als iemand ergens mee zit, dan zie je wel duidelijk dat iedereen probeert te helpen. En iedereen wil elkaar graag troosten en steunen. En ja, iedereen kijkt heel goed hoe het met de ander gaat. En in die zin zijn we dus wel echt hechter. Ja, want je komt dan uiteindelijk met het idee om een documentaire te maken over David. Hoe kom je eigenlijk op dat idee? Ja, het was een opdracht voor Squall eigenlijk, hè? Ja, nou in de vakantie, toen kregen we natuurlijk vreselijk nieuws. Het nieuws dat onze vriend en klasgenoot David was overleden. En dat zet je heel erg aan het denken. Je bent heel verdrietig de eerste periode. Je ervaart heel veel ongeloof, zoals ik eerder zei. En je denkt heel veel na over van alles. En natuurlijk dachten wij ook na over ons examenjaar en het profielwerkstuk wat wij moesten gaan schrijven voor dit jaar. Een werkstuk waar heel veel tijd in gaat zitten. 80 uren mochten we eraan besteden. En we wisten nog niet echt wat we wilden. En toen koppelden wij dit eigenlijk aan David. Wij zagen, ja, we vonden het heel bijzonder om te ervaren hoeveel steun iedereen aan elkaar had. En hoe dat ging, dat hele proces. En wij dachten, als we dan 80 uur mogen besteden aan iets waar ons hart ligt. Waarom doen we dat dan niet? Waarom doen we hier dan niet iets mee met deze bijzondere situatie? Ja, en zo kwam dat eigenlijk. Ja, ja. Ja, het deed ons zoveel dat we daar heel graag iets mee wilden doen, echt. Ja, dat snap ik. En dan, ja, dan geeft de telefoon en dan stellen ze dat voor. En hoe is het dan aan de andere kant? Hoe wie dat voor je als familie? Ja, dat is zo bijzonder. Dat sowieso al het samengaan en de vriendschap. En dat er zoveel, al die leerlingen zo om ons heen staan. En dan komt het bericht en de vraag ook van, hè, zullen we dat doen? En ja, dan weet je eigenlijk niet goed wat er gebeurt. Dan ben je zo
onder de indruk, trots, blij. En ik vond het ook heel knap dat ze dat aandurfde. Ja, want er is wel moed voor nodig. Absoluut. Ja. Ja, en ik heb ook begrepen, dat komt ook in de documentaire goed naar voren, dat de band heel nauw wien, hè? Maar de squallen, ja, de klasse, size B en, ja, en de familie. Ja, ja, en kijk, voor David was vriendschap heel belangrijk. En er was altijd een enorme goede band tussen iedereen. Maar dat het zo hecht was en dat er zoveel ook verdriet en samengaan en steun zou zijn, dat had je hebt er natuurlijk nooit over nagedacht. Maar dat had ik me nooit kunnen voorstellen. Nee, want de documentaire, ja, film, dit eigenlijk ook over vriendschap. En een mooi voorbeeld ervan is ook, ja, wat jouw man dan zei in de documentaire. Het hield niet op na die begrafenis of na die droevige tijd. Maar jullie blijven gewoon komen. Dan wordt er weer aangebeld. Staan er weer drie vrienden uit de klas. Ja, we hebben de toetsweek gehad. En dan waren we gewend om met David op een terrasje te gaan. Maar we zijn het graf geweest. We hebben daar een bloemetje opgelegd. En nou komen we maar even langs. Of anders, of dat jullie weer zomer eens langskomen. En dat vind ik ook zo. Ja, dat is ook fantastisch. Ja, dat is zo'n fabiel dan. Hè? Dat ze nog altijd weer bij hem deel komen. Ja. En onlangs zijn jullie als klas met elkaar pannenkoeken gaan eten na de andere tentamenweek. En dan komen er een paar vrienden die zeggen, we komen eerst even bij jullie. En vervolgens waren ze te laat bij het etentje. Maar dan komen ze even langs fietsen, zomaar even bij ons, om aan David te denken en om ons te steunen en om weer even langs te gaan. En jou dat ex-type? Jou dat ex die steun? Ontzettend, ja. Je hebt echt het gevoel, eigenlijk is die last op je kind te verliezen, is natuurlijk eigenlijk helemaal niet te dragen. En, maar door al die steun en dat medeleven en die liefde en die vriendschap heb je echt het gevoel dat je dat die last meegedragen wordt. Dat je er niet alleen voor staat. Ja. En Jana, hoe wil je het nou om je zo intensief mooi aan de slag te gaan? Ja, dat is heel dubbel. Het voelt heel goed om ermee bezig te zijn en om erbij stil te staan. En natuurlijk is het ook heel moeilijk. We hebben ook heel veel gehuild. Maar ja, daarnaast ook hele mooie gesprekken gehad. En het voelde wel echt goed dat we echt iets moois konden maken. Dus ja, beide gevoelens eigenlijk wel. Ja, want het onderwerp is natuurlijk heel emotioneel. Ja, we hebben natuurlijk ook een schriftelijk deel gemaakt. En daarin onderzochten we eigenlijk rouw en rouwverwerking in het algemeen. Dan wordt het iets zakelijker. Maar zodra we dan weer met de documentaire bezig waren, waarin we echt het persoonlijke verhaal rondom David naar voren lieten komen en vertelden, ja, werd het toch wel emotioneel inderdaad. Ja, ja. Wat zit je nou nog het meeste bij, de oudere man? Ja, eigenlijk het proces hoe wij eerst met ons schriftelijk deel bezig waren en hoe er steeds meer mooie stukjes voor onze documentaire naar voren kwamen. Want wij begonnen met ons schriftelijk deel en toen hadden we eigenlijk nog vrijwel niks voor de documentaire. En steeds meer gaandeweg kwamen er steeds meer personen naar ons toe van met mooie ideeën en kregen we zelf mooie ideeën en ja, werd het uiteindelijk een hele mooie documentaire waar we heel tevreden over zijn. Ja, ja. Ja, dat kan ik me vaststellen. En nou, je zit er nou hier in de studio. In de studio, ja, allerlei lampen erop. Het komt nou echt in de media. Komen er nou ook artikelen in de kranten, die komen nou. Eén vandaag, het West. Ja, is dat eigenlijk opvallend dat de media de zaak opdoekt? Ja, ik vind het wel opvallend. Ik denk dat niemand dat ooit had kunnen denken. Ik vind het wel heel mooi, want wat ik gemerkt heb is dat leerlingen hebben natuurlijk, ze hebben allemaal verdriet. En het is een heel lastig onderwerp, ook om het mee te maken als je nog zo jong bent. Maar er zijn zoveel initiatieven om daarmee bezig te zijn. De documentaire is er één van, maar ook een fotoboek of een fotocollage. En wat ik merk is hoe goed het is om daar met elkaar, het schept enorm een band om daarmee bezig te zijn. En om al die initiatieven ook ruimte te geven. Ja, maar hier niet verwachten dat al die media dat zou opdoeken zoen? Nee, dat had ik totaal niet verwacht. Nee, het is natuurlijk ook echt iets wat bij ons gebeurde, bij onze school. Alleen ja, het is inderdaad wel mooi dat het aandacht krijgt. Ja, rouw is natuurlijk een universeel onderwerp. En helaas kan er op elke school zoiets gebeuren. Dus misschien kunnen we zo ook een soort voorbeeld zijn voor andere scholen. Dat we kunnen laten zien dat het goed is om er veel bij stil te staan en om er heel veel aandacht aan te schenken. Ja, ja, ja. Dat denk ik zeker. En het is ook een nieuwe vorm misschien wel van rouwverwerking. Maar nou, ik al die media, wat zou David, ja, misschien een hele moeilijke vraag, hè, maar wat zou David je van voelen, dat al die media, dat hij nou sabot in de media is? Hij zou het niet hebben kunnen geloven. Hij zou denken, is dat allemaal voor mij? Wat bijzonder.
Maar hij zou het wel heel erg waarderen en ook trots zijn. Ja. En ook trots op alle klasgenoten en de leerlingen. En hij zou die vriendschap die er was, ja, dat was voor hem belangrijk. En dat zou hij hier ook een uitdrukking van vinden. Ja, nou nogmaals, ik tease het Joen, dan zullen jullie hem op squallen. Is de presentatie, hè, van deze documentaire. Ik vond het heel erg moedig van jou dat jou hier zitten woon hier in de studio. Nogmaals dank voor je verhaal. En we sluiten om met een fragment uit de documentaire. En daarin zongt Sascha Verheij, dat is ook een klasgenote van Jim, hè. En die heeft een noemerskreun speciaal voor David, zei ze toch? Ja, en ook voor ons en voor vrienden en voor degenen die erbij waren bij het ongeluk. Ja, als steun inderdaad. Oké, okay, nou sluiten we daarmee op. Het noemer van Sascha Verheij. Just try to let go of the anger and pain. Like I said, life will never be the same. Move on and forget the shit. Just make the best of it. Na deze bijzondere dag vol bijzondere verhalen staan we alweer bij de grote wielen. En nu zullen we op onze eigen manier afscheid nemen van David. Sadness came as a breeze, so easy and unexpected. I just lost my peace, my mind's affected.